Het klinkt voor jou bekend, hè, het thema van deze serie? Mantelzorger, ja. Ja, wel een beetje, ja, ja. Want? Mijn vader werd zo rond zijn 60ste, begon hij dingen te vergeten. Aantal jaren geleden is dat intussen. Ja, hij zou volgende week 90 worden. Nee. Ja, dus daar kregen we mee te maken. Eerst ja, een beetje de smoesjes eromheen, de leugentjes, de misverstanden. Wat ook in de serie zie. Wat ook in de, ja, het is heel herkenbaar, vind ik. Maar het is natuurlijk heel pijnlijk om te zien dat iemand de grip op zijn leven verliest. Dat is gewoon echt verschrikkelijk om te zien. En ja, daar ga je dan met z'n allen als familie zo zacht mogelijk mee om. Maar het is gewoon... Toen ik de eerste afleveringen zat te kijken, het woord ontreddering schoot steeds meer gedachten. Een soort stuurloosheid in steeds grotere mate niet meer weten, controle verliezen. Ja, en dan heb je het over Babs, hè? De moeder. Ja, ja, ja. Ja. Oh, jij verliest altijd ook de controle. Nee, precies. Want de zorg is ook heel zwaar. Ja, het is niet alleen zwaar, hè, want dementie is meestal een verdrietige ziekte natuurlijk. Maar het levert ook in de serie de nodige hilariteit op.